Uitzending kreeg toenmalig minister van Medische Zorg Bruno Bruins een verontrustend briefje toegestopt. En terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Meneer Kluitmans, we hebben u een paar maanden geleden gezien. Dit voelt alweer heel erg lang geleden eigenlijk. Hè? Bijna als we een soort jaaroverzicht zitten kijken. Ja. Hoe is uw leven de afgelopen half jaar, hoe heeft het zich ontwikkeld? Is het eigenlijk weer een beetje rustig in uw leven? Het is een hele heftige periode geweest. Een soort achtbaan waar we in beland zijn. Maar het is wel in een... De dubbele looping hebben achter de rug. Het is nu wel wat rustiger geworden, ja. Ja, en bent u bang dat er weer een enorme afdaling komt? Ja, je weet het niet. Dus ik heb er hoop op dat we toch dit wat beter kunnen hanteren nu. En dat het niet zo uit de hand loopt als in maart, april. Ja, ja. U staat voor uw mensen, hè, in de zorg. Daar heeft u veel over verteld. Nu krijgen de mensen in de zorg €500 bonus. Is dat... Vindt u dat een reële compensatie voor wat ze hebben geleverd het afgelopen half jaar? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Of dat een reële compensatie is, een heel, heel mooi gebaar. Dat zal zeker niet financieel opzicht genoeg zijn. Ik denk overigens dat de mensen in de zorg vooral gebaat zijn bij goede werkvreugde en waardering voor het werk. En financiële waardering hoort daar natuurlijk bij. Maar die €500 bonus zie ik als een mooie bedank voor wat ze gedaan hebben. Ja. Maar het mag wel wat meer. Ja, ik denk structureel dat dat een heel andere vraag is. Ja. Nou kan ik me nog herinneren uit die beginfase dat u eigenlijk best wel een beetje op eigen houtje tegen het advies inging. U was bezig met mondkapjes al. U had eigen ideeën over hoe de verpleeghuizen moesten worden aangepakt. En daarmee heeft u, zonder u al te veel een helder status te willen geven, maar toch wel levens gered. U heeft eigenlijk dwars gedaan en dat heeft... goed gewerkt. Ik heb wel misschien een beetje dwars gedaan, maar niet al te ondeugend geweest, denk ik. Voor de verpleeghuizen geloof ik niet dat ik echt eigenwijs ben geweest. Nee. Dat was een advies waar ik later wat verbaasd over was. En dat kende ik niet, dus ik was ook niet dwars. Ik kende het advies gewoon niet. Dus we hebben gewoon gedaan wat we altijd soms weten. Is het goed om niet te luisteren. Soms is het goed om ook de adviezen niet te lezen als je denkt dat je wel weet hoe het moet. Maar waar haalde het u... Ik bedoel, iedereen was onzeker in die begintijd. Niemand wist hoe het moest. Ja. En dan krijg je instructies. En toen dacht u van, ik denk toch dat we het zo moeten doen. Nou ja, het eerste wat wij gedaan hebben, is dat we gingen testen. Ja. En dat komt ook omdat wij in de gelegenheid waren om zelf te gaan testen. En dat blijkt ook, dat heb je gewoon nodig. Als je die bestrijding wil doen en je tast in het duister, dat werkt niet. Dus je moet weten wie besmet is en wie niet. Wij konden als een van de eerste testen, we zaten ook in een brandhaard. Hè, ja. Dus, wij waren ook in de positie dat we dat konden. En dat heeft natuurlijk snel navolging gekregen. Ja. Maar wat volgde was natuurlijk een periode van we kennen dat virus niet. En er was continu schaarste aan alles. Aan de meest eenvoudige dingen. Ik weet dat ministers hebben volgens mij hetzelfde gedaan. Maar ook onze raad van bestuur heeft een week lang alleen maar mondkapjes zitten regelen. Op de meest bizarre manieren. Die kweekstokken, die simpele wattenstokjes, ze waren gewoon op. Ja, dat waren situaties die we gewoon nooit gekend hebben. En dat is ook al, als je ziet hoe mensen nu soms oordelen... zie ik dat ze dit ook wel weer een beetje van het netvlies hebben. Dat ze doen alsof het allemaal heel normaal was. Nee, het was een hele moeilijke crisis waarin we hebben moeten improviseren. En vaak hebben we het net droog gehouden, gelukkig. Laten we naar het nu gaan, want vandaag kwam er ook weer nieuws over dat testen. Ze hebben een hele slag gemaakt natuurlijk, maar het gaat nog niet verder van perfect. Laten we het zo zeggen. We hoorden vandaag weer verhalen van mensen uit Amsterdam die dan naar Den Helder moeten om te testen, van wachtlijsten. Ja. Kan dat nou toch? Ja, die teststraat, dat doet de GGD. Als ik die verhalen hoor, snap ik het ook niet goed. Als je vanuit Amsterdam belt en je hebt geen auto en je wordt gezegd, gaat u maar naar Den Helder, vind ik niet... Dat is niet handig en dat is niet goed. Die wachttijden zijn echt veel te lang. Ik vind eigenlijk, als je belt, binnen 24 uur moet je geholpen worden. En de uitslag moet er 24 uur later zijn. En... Ja, want mensen die dus nu op een wachtlijst moeten, wat betekent dat weer voor de verspreiding van het virus? Nou, daar zijn hele mooie studies naar gedaan. Als je test en daar ook acties aan koppelt aan die uitslag, dan is die snelheid ontzettend belangrijk. Dus je wilt gewoon zo snel mogelijk die uitslag hebben en je moet eigenlijk veel dichter naar die mensen toe. Wel in West-Brabant, in Breda, teststraten. Maar mensen vanuit Almkerk moesten naar Breda voor een test. Dat moeten we anders gaan doen. Dat wordt nu ook gedaan.
En nu zijn de reagentie en de laboratoria ineens een Ja, want het probleem is, ligt vooral in het testmateriaal de spullen. Hè, dat daar gewoon toch te veel korten. Ja, dus als we het over nu hebben, toch weer tekorten van zijn. Ja. Als ik als leek dat dan hoor, dan denk ik... Hoe kan? Nou, we zijn een half jaar zitten we hierin. Op zich hadden we het nu toch wel... Nou, op orde kunnen hebben. Het is mijn vak en ik snap het ook niet. Maar het kunt het wel uitleggen, maar dit had je natuurlijk weer niet verwacht. Er zijn gewoon een aantal grote fabrikanten. Het zijn hele complexe testen. En ja, als ik het een beetje begrijpelijk misschien kan proberen te maken, is zelfs, je hebt een mooie printer en er is papier en er is stroom. Maar op een gegeven moment is gewoon die cartridge op. Ja. En je kunt geen cartridges kopen. Ja, dan kun je niet printen. En dat zijn dingen die kunnen wij niet zelf maken. Die krijgen we van die fabrikanten, kunnen we normaal bestellen. Wel, de eerste indruk is dit nou in Nederland alleen, maar we horen nu ook dat Duitsland, Frankrijk, al die landen hebben nu... Dat snap ik, maar is het dan maar gewoon, sorry, je kan voor de rest nu niet meer printen, want de cartridges zijn op en daar leggen we ons dan bij neer? We hebben natuurlijk wel. In mijn eigen lab krijgen we nu 500 testen per dag. We moeten er 1000 doen en we hebben nog voorraden. Die hadden we liever nog een beetje gehouden om wat buffer te hebben. Daar teren we nu op in. Dus we kunnen leveren. Maar we moeten snel, en vanuit VWS horen we dat er nu aan alle kanten... aangewerkt wordt. En we verwachten ook wel dat het weer... We hadden ook een man die de printer ging repareren. Dat was Feike Siebesma. Ja. Of in ieder geval had hij nieuwe cartridges. Maar die is er nu mee gestopt. Ja. Is dat niet te vroeg? Ik denk dat zijn werk overgenomen moet worden, ja. Dat is gewoon... Waarom is hij eigenlijk mee gestopt? Dat weet ik niet. Dat weet niemand. Ja, ik dacht... Ja, nee. Ja, vakantie. Nee, dat weet ik echt niet. Maar ik denk dat dit... Kijk, je valt van het ene tekort in het andere... En ik denk dat dat de komende maanden... Ja. En wat we nu nog niet voorzien, dat is al over een maand zal er weer iets nieuws zijn. Het is, de hele wereld heeft tegelijkertijd dezelfde problemen. En dat je kunt het wel vervelend vinden, dat vinden we ook. Maar sommige dingen kun je niet direct oplossen. Nou, en dan zitten we nu nog maar 25.000, geloof ik, tests per dag. En dan, 30.000. Komt de herfst er straks aan met allemaal snottenbellen. En weet dan willen ik we wat. Richting en de 100.000 per dag. Ja, nou, gaat dat lukken? Ik heb er... Goede hoop op dat we hier een hele creatieve oplossing voor gaan verzinnen. Nou, en moet dat misschien met behulp van een nieuwe corona-gezant? Er moet toch over gesproken worden? Er wordt links en rechts door heel veel mensen hier aangetrokken. Voor een deel is het ook, en dat is misschien ook wel weer de succes van waar we mee bezig waren. We hebben gezegd, we willen meer testen. En het aantal testen is de afgelopen tijd echt explosief gestegen. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En dan zie je dat je steeds weer tegen nieuwe bottlenecks aanloopt. Ja. En daar ligt natuurlijk gewoon de uitdaging van hoe... Kun je dan afspraken maken, ook met fabrikanten... Om dan toch bijvoorbeeld weer de productie van dat materiaal weer op te schroeven. Maar komt er dan een nieuwe coronagezant? Ik weet niet of er een nieuwe coronagezant komt... maar er zijn heel veel andere goede mensen die er ook keihard aan trekken. De inkoop van die spullen ligt niet aan één man. Er werken honderden goede mensen op het ministerie. Nee, maar het geeft wel een soort van een urgentie aan... dat er een coronagezant is. Maar aan urgentie ontbreekt het echt niet. Nee. Maar dus dan die 100.000 testen in de herfst? Heeft u er vertrouwen in dat toch gaat lukken? Ik ben heel positief ingesteld. En ik denk dat je hier... de hele wereld gaat nu ook naar oplossingen kijken. Die maskers waren tijdelijk een probleem. En nu worden maskers overal massaal gemaakt. Dus dit zal nu ook geadresseerd worden. En of het op tijd is. En anders moeten we toch gewoon iets anders met die indicatiestelling omgaan van die testen. En dan moeten we een plan B ontwikkelen van hoe we daarmee omgaan. Maar met die testen... spoor je de brandhaarden vroegtijdig op. En dat hebben we de laatste tijd ook gezien. We hebben 1 juli verruimd en we zagen dat het misging. En dat had te maken met die jongeren die ook werd er wat te veel gefeest. Dat kon je gewoon traceren en dan kon je zeggen... daar gaan we gericht op inzetten. En dan zie je dat met relatief eenvoudige maatregelen... we nu die stijging die er was in Nederland wel weer tot stand hebben gebracht. En dat is eigenlijk de strategie die we hebben uitgezet. En daar is dat testen is gewoon een pilaar van dat beleid. Dus daar gaan we... alles op alles zetten om dat weer op orde te krijgen. En als het niet meer wordt dan die 30.000... dan moet een strategie met 30.000 Dus dan dat je alleen maar, zoals nu ook wordt gezegd... niet meer mag testen als je geen klachten hebt en dat soort dingen. Nee, kijk, in Duitsland overwegen ze nu ook om te stoppen... met die reizigers die terugkomen op het oranje gebied... omdat het ook niet zoveel oplevert. Nee. Kijk, die mensen die zitten wel in een hoog risicogebied... maar het is niet zo dat ze massaal besmet zijn. Dus dan zeg je, dan moeten we dat toch op een andere manier doen... dan dat we iedereen maar testen als dat niet kan. Wordt vervolgd dus. Dankjewel. Wat als een geheime missie van commando's mislukt met levensgevaarlijke gevolgen? Acteurs Werner Kolff, Egbert-Jan Weber.